Kwam een stukje in onze lokale krantje tegen dat er landelijke Bevrijd Je Voetendag was. En dan las ik dat stukje en dat raakte gewoon meteen bij met mij. Dat ik innerlijk iets voelde: van ja, dat wil ik gaan doen, daar wil ik heen. In Amsterdam, de Bergvoetswinkel aan de Haarlemmerplein. En daar kon je dus gewoon komen wanneer je wilde. En dan was er een doorlopende workshop. Door een man van 75 die al 15 jaar op blote voeten loopt. Nou, heel inspirerend. We hebben geoefend op het plein daar, op de straat. Gewoon meteen op blote voeten heen en weer. Met stampen en met hinkelen en met uh, staan. Dus je kreeg ook helemaal uitleg hoe de beste houding is. En het was zo inspirerend dat wij al op bijna op blote voeten. wel in met die sokjes met teentjes naar huis gingen fietsen. En ik voor het eerst in Albert Heijn meteen boodschappen deed op, op die sokjes. Lekker vrij gevoel om je voeten heen en om, om mezelf heen. En dat, het ook, dat je ook dichter bij je wezen blijft.